Ik verwacht dat we naar de toekomst kijken van die verzekeringsbranche en met elkaar gaan kijken hoe we daar in de komende jaren mee om kunnen gaan. Ik kom hier voor een workshop van het Verbond van Verzekeraars, waarin we met elkaar gaan kijken naar vernieuwing in de branche, de CAO en wat dat betekent voor ons in de bedrijven. We zijn hier vandaag bij het event Verandering Verzekerd. En dat is een event waarop we aan het werk gaan met veranderingen die nodig zijn in de verzekeringsbranche. Verandering verzekerd. Dat is het motto van vandaag. We gaan de mensen aan het werk zetten om zelf vorm te geven aan de veranderingen die ze in hun werkomgeving nodig vinden. Dus jullie mogen als tweetal één van deze vragen uitkiezen en ga daarover in gesprek. Ja, in de TED Talk wil ik eigenlijk de mensen meenemen op het verhaal hoe wij ons sociaal beleid compleet omgegooid hebben. Investeerders ook zelf aan de voorkant, wees altijd bezig met je loopbaan, in plaats van aan de achterkant geconfronteerd te worden met boventalligheid. Hoe koppel ik de persoonlijke belangen van mijn medewerkers, persoonlijke interesses, aan het belang van de organisatie? En dat probeer ik straks duidelijk te maken hoe ik dat opgelost heb binnen Vivat Verzekering. Dat eindresultaat, dat A4'tje met dat ene woord of dat ene beeld waarin jullie de kern van je gesprek weergeeft, daar gaan we een wall of fame van maken en daar gaan we straks plenair weer met elkaar hier de conferentie mee afsluiten. Succes! Hey, eigenlijk hebben we al zoveel, 80% heb je al, ben je tevreden met hetzelfde en daarna is het toch een cadeautje wie je mag geven, die gun je nou nog wat doen.